Wat mag er vandaag geschoten worden? Dat is haas, gezante haan, patrijs en eventueel duif en vos. We gaan mee met een groep jagers door de velden in de buurt van Gerardsbergen. Ze stappen naast elkaar om wild op te sporen. Wel, op dit moment zijn we voor de voet aan het jagen. Dat wil concreet zeggen dat de jagers op één lijn een veld afjagen om op die manier het wild op te drijven. Als daar dan in dit geval op de maaistoppel een haas wegloopt, dan kunnen we kijken of we die effectief kunnen schieten. Ja, haas achter. Haas. Vlaanderen telt zo'n 15.000 jagers. Zij onderhouden hun eigen jachtgebied en zorgen ervoor dat het wild kan opgroeien. De kritiek dat ze zomaar voor hun plezier dieren afschieten, vinden ze onterecht. Zo'n fazant, zo'n dier, afschieten gewoon voor de fun. Dit is gewoon vreed, dit is gewoon dieren afschieten voor niets. Ja, nee, dat begrijp ik nu. Het is ook geen plezierjacht. Plezierjachten die vind je op de zee. Wat wij doen, dat is jagen met passie, jagen met respect voor onze fauna en flora. Wij schieten niet om uit te moorden, wij schieten om te beheren en om bepaalde populaties in stand te houden. En vooral om ze gezond te houden, want te veel brengt ziektes met zich mee. Tijdens de jacht van morgen vliegen verschillende vrouwtjes fazanten op vanuit het veld en loopt een ree voorbij. Die laten ze met rust. Grofwild, waaronder reenvallen, die zijn op dit moment niet bejaagbaar in Vlaanderen. Dat is pas in het voorjaar. Maar een vos die ziektes verspreidt en een bedreiging is voor het wildevenwicht, schieten ze wel. Vos! Het wild dat de jagers schieten, eten ze zelf op. Verkopen aan de horeca mag niet. Kom hier. Zit. Los. Dat is flink.